Genesis 32: Het was nog nacht toen Jacob opstond en de Jabok overstak op een doorwaadbare plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn elf kinderen. Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jacobs heup aan en daardoor raakte Jacobs heup tijdens die worsteling ontwricht. Toen zei de ander: Laat mij gaan. Het wordt al dag. Maar Jacob zei, ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent. De ander vroeg, hoe luidt je naam? Jacob antwoordde hij. Daarop zei hij: Voortaan zal je naam niet Jacob zijn, maar Israël. Want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen. Jacob vroeg: Zeg me toch hoe u heet? Maar hij kreeg een antwoord: Waarom vraag je naar mijn naam? Toen zegende die ander hem daar. Jacob noemde de plaats Pniel, want zei hij: Ik heb oog in oog gestaan met God en ben toch in leven gebleven. Zodra hij bij Pniel was overgestoken, zag hij de zon opkomen. Jacob liep mank, omdat de ander hem had aangeraakt bij de spier die boven het heupgewricht ligt. Eten de Israëlieten de heupspier niet tot op de dag van vandaag. Amen.